X hier starten. En X moet in principe zelf als root draaien. En nou kun je natuurlijk X als root draaien en dan zelf als een andere gebruiker inloggen. Maar dan heb je een login manager nodig en die heb ik er nog niet in zitten. Dus ik ben nu gedwongen om als system, dus als root, in te loggen omdat ik X wil gaan starten. Maar op de webserver die we draaien, dan log ik gewoon in als administrator. En dat is dan ook meestal via SSH. En het inloggen van een system onder SSH, dus eigenlijk als root, dat is ook geblokkeerd. Dus de beveiliging wordt ook, die schroef ik ook steeds verder op. Dus het is nogal aardig dichtgetimmerd. Maar goed, nu dus nog even als system, dus als root. Nou, even kijken wat dan de eigenschappen van dit systeem zijn. Hij heeft, als het goed is, net ongeveer 50 seconden over het opstarten gedaan. En dan ben je dus alleen nog maar in een Linux console login. Terwijl je in 17 seconden was je in een Syllable desktop grafisch bureaublad. Dus nou, we zijn nu 50 seconden verder. En het geheugengebruik is op dit moment, dan moet je kijken naar used plus minus de buffers en de cache. Dat is wat die buffers en die cache, het is dus net als dat blauwe balkje in die Syllable tool. Dus het gaat om het geheugen wat hij echt nodig heeft zonder de cache. En dat is op dit moment na het opstarten 20 MB. En dat is ook aardig afhankelijk van hoeveel geheugen er in een machine zit. Want als je veel meer geheugen hebt, dan gaat hij wat meer reserveren voor de kernel en zo. Maar dat betekent ook dat als je nog veel minder geheugen zou hebben, dan zou dit ook nog wat minder worden. Dus ik denk dat je dit systeem zou kunnen installeren op een machine met 16 megabyte geheugen. Dat je dan zelfs nog zonder swap partitie zou kunnen draaien. Nou, dat zou in principe moet dat ook nog op een 486 kunnen, want zo heb ik het systeem gebouwd. Nou, op dit moment 20 MB geheugen in gebruik. Dus kun je eens kijken wat voor processen er op dit moment allemaal draaien. Proceslijst. Dat is redelijk standaard, maar er zitten wel al wat dingen in die een server niet beslist nodig heeft. Want Dbus en HAL die draaien. Om dadelijk het grafisch bureaublad te willen te zijn, dat hij zijn hardware een beetje automatisch kan detecteren en zo. Dus op een server is dat niet strikt nodig, dus in Syllable servers zijn die ook standaard niet opgenomen, dus dat is extra voor deze grafische ontwikkelversie. Nou, dit begint bijna alles aan het begin, dat zijn kernelprocessen. En dat met elke kernelversie neemt dat ook toe. Dan zitten er opeens weer 10 extra kernelprocessen in. Ik weet niet wat het doet, maar het zal wel. Maar het wordt steeds meer en het gebruikt steeds meer geheugen, elke kernelversie. Ja, daar heb je geen invloed op. Dat je moet af en toe een nieuwe Linux kernel nemen of een nieuwe hardwareondersteuning en zo. En dan wordt die telkens groter en daar kun je niks aan doen. Terwijl de Syllable desktop kernel, die maken we zelf. Daar hebben we zelf volledige controle over. Het draait hier nog meer, niet zo heel veel. Je ziet daar de SSHD, de daemon. Je ziet de SSH-server daar draaien. Dus die draait al. En CUPS, de print server, die had eigenlijk ook standaard moeten draaien op Syllable server, maar die zag je net bij het opstarten, zag je die crashen. Want die heeft, dat is dus een conflict met die Gobo Linux binaries die hier bovenop geïnstalleerd zijn. Die CUPS die hierin zit, die is van Syllable server. Dus die draait op Syllable server, maar als je daar Gobo Linux X bovenop installeert, dan heeft die ergens last van, ik weet niet wat. En dan crasht die. Maar dat is het enige echte harde conflict wat ik op dit moment meegemaakt heb. Dus het valt op zich nog mee. Want eigenlijk zijn binaire package managers helemaal niet bedoeld om met elkaar te mengen. Maar ik heb er hier nu 3 of 4 of zo tegelijk draaien op dit systeem. Tenminste, dat er pakketten van door elkaar heen geïnstalleerd zijn. Daar heb ik ook heel veel moeite voor moeten doen tijdens de ontwikkeling om het werken te krijgen. Af en toe gaan er dus nog dingen fout.
Verder is dit behoorlijk standaard voor een kleine Linux, want dan worden we hier aan processen draaien. Je ziet ook dat het op dit moment bijna geen resources in beslag neemt qua CPU. Iets van 1% of zo, en het zal voornamelijk de top toeltjes zijn wat op dit moment draait. 71 processen in totaal. Dat is wel zijn kernel fruits. Ja, precies. Dat is al vrij veel voor zo'n kale machine. Nou goed, gaan we X starten. Dat moet dus met de hand, want je komt eerst in de console. Nou, dat is wel aardig, want we hebben nu een webserver draaien en die start je gewoon. En dan log je niet in, dus dan draai je met die 20 MB geheugen en dan heeft de webserver verder alles voor zich. En als je dan onderhoud wil doen, dan log je eens in via SSH. En dan heb je een efficiënte onderhoudsconsole. En als je daar niet zo vertrouwd mee bent of je wilt iets ingewikkelds gaan doen, dan kun je gewoon lokaal aan dat ding inloggen. En dan kun je X gaan starten. Dan gaat hij wel wat meer geheugen gebruiken en wat meer processortijd, maar goed, het kan wel even. Syllable desktop, dan ben je vanaf het inloggen ben je in 1 of 2 seconden in het bureaublad. Maar ja, hij moet hier nou heel X gaan starten en zo. Dat is wel het Linux-equivalent van hetzelfde desktop. Maar ja, dat kost dus en dan is hij nog een tijdje bezig om het bureaublad helemaal op te starten. Ja. Dus dit is, nou, valt nog mee vergeleken bij het hoofd opstarten, maar dit was weer ongeveer 20 seconden. Is dat port van Circle? Nee. Wat is dit voor een toolkit dan? Nou, dat ga ik zo over uitweiden, maar dit is de ROX desktop. Aha. Draait op de boeien, dat ga ik je dadelijk pas vertellen, want dan... Ja, nee, dan een paar mensen aan de overkant die gaan dan heel enthousiast worden. Je moet een cliffhanger hebben, hoor. Ja, dus, eerst nog even rustig. Ja, geïnteresseerd dan. Ja. Maar hij is nu dus inclusief het hoofd opstarten en het grafisch opstarten, dan ben je 70 seconden bezig. Nou, dat is nog heel acceptabel voor een laptop van 12 jaar oud. Maar dat is dus wel 4 keer zo lang als die 17 seconden van Syllable Desktop. Hetzelfde machine. Nou, dan heb je toch een heel andere machine. En een machine die in 17 seconden opstart, dat is toch eigenlijk een heel andere machine dan eentje die in 1 minuut 10 seconden opstart. Dat is dezelfde machine. Nou goed, dan hadden we... Ik bedoel, dit is nog zoveel mogelijk volgens de Syllable filosofie gebouwd. Dus allemaal een beetje rustig aan en niet zo min mogelijk te veel troep erin stoppen. Dus die 1 minuut 10 die nu opstart... Dat staat in verhouding tot, ik zei al dat ik op mijn laptop, dezelfde laptop, heb ik nog 7OS staan op een Ubuntu van 2 jaar oud of zo. De laatste die je er nog op kon installeren. En daar staat dan de OpenBox desktop op, die ontzettend efficiënt is. Die vergelijkbaar is met deze desktop. En eigenlijk ook wel een beetje Syllable desktop-achtig is. Dus dat is de efficiëntste desktop die je op Linux kunt krijgen, maar ja, die staat op Ubuntu. En momenteel doet hij er op mijn laptop 3-4 minuten over om op te starten in het bureaublad. Nou, dat is dus dezelfde machine. Dus dat is nog eens een keer 3-4 keer zo langzaam. Dat is goed tegen RSC. Ja, heb je lekker pauze inderdaad. Eigenlijk. Maar dus met dit duurt nu 4 keer zo lang als het opstarten van Syllable Desktop, maar ik ben er toch wel verguld mee. Want ik heb nu dus een systeem van mezelf, gedeeltelijk van mezelf, omdat ik er wel van alles bij elkaar voor heb moeten raven. Maar het is toch wel aardig van mezelf geworden, in Syllable-stijl. En dat start 3 keer zo snel op dan die gangbare Linux-distro's die ik voorheen in gebruik had. En daar had ik al heel veel moeite gedaan om het nog bruikbaar te maken op oude machines. Dus dat is heel aardig. Maar ja, ik doe een machine wat in 1 minuut 10 seconden opstart. Het is wel een beetje langzaam, maar goed, dat kun je wel goed gebruiken. Daar kun je nog wel een paar jaar mee doorwerken. Dus dat heb je dan weer bereikt met een laptop van 12 jaar oud. Nou, dan heb je dezelfde GNU open source omgeving, dus in feite kom je toch behoorlijk weer in dezelfde omgeving terecht.
Dit is een andere terminal. Die terminal hoort toevallig bij XFCE. Ik zei net, dit is de ROX desktop, maar ja, die is natuurlijk niet compleet. Dus er zitten ook onderdeeltjes in van XFCE bijvoorbeeld, omdat die er het beste bij pasten. Die passen er dan niet goed bij, maar ja, die passen er het minst slecht bij, zeg maar. Dus deze terminal, dit is de terminal van XFCE. XFCE terminal emulator. Nou, net in de console ingelogd hadden we 20 MB geheugen in gebruik. Nou, dat is dus al heel aardig, want als Sil op de desktop draait in zijn grafisch bureaublad, en dat kan niet anders, je kan de desktop alleen grafisch opstarten, dan gebruikt hij ongeveer 30 MB, alleen voor zichzelf. Nou, dan heb je hier al bereikt dat je een console Linux bijvoorbeeld voor een webserver kunt starten die 20 MB voor zichzelf nodig heeft. Nou, en nu wordt er ook nog een bureaublad bijgesteld.